Ik denk dat we een kleine maand geleden de moeite hadden genomen. eindelijk na, wat was het, een half jaar. om een keer op te gaan nemen. En toen kwamen we met het ongelooflijk goede idee. om vooruit te kijken van. oké, okay, hoe zou dan de nieuwe Jurassic-film gaan heten. en weet ik veel wat. Volgens mij was het wat, twee uur aan opname, denk ik? Ja, het was zeker twee uur. Ja. Twee uur. Dus we hebben twee uur georakeld. Nou, lang vaal kort. Jij ging op vakantie, kwam terug. En zei. Nou, we gaan hem online zetten. Nou, in datzelfde tijdsbestek dat jij zei, we gaan hem online zetten. Uh, en Universal had gewoon heel even moeten wachten op ons. Gewoon had het even volgend weekend gedaan. Maar die kwamen in diezelfde tijdsperiode ook nog een keer met: oké, okay, hier heb je het logo, hier heb je de naam, hier heb je twee afbeeldingen. En hier heb je, nou toch niet vrij kort, maar een a zo. Waar de film over gaat en veel plezier. Oftewel, die hele video die we hadden opgenomen is allemaal gebaseerd op gebakken lucht. En. Volgens mij, ja, we hebben echt een miljard scenario's volgens mij besproken. En volgens mij zit er vast wel één scenario bij die hier redelijk op aansluit ongeveer, of niet eens. Ja, er is wel één. Daar zullen we het ook wel over hebben. Daar er komt er in terug, enigszins. 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 Dus we zaten Laten we gewoon zeggen: er zit een scenario's in waar we dit allemaal helemaal hebben besproken. Dus je kan ook die vorige video nog een keer kijken. dan bespreken we alles wat we uh, vandaag dan uh, gaan bespreken. Maar wat. Wat was jouw eerste gedachte toen je de, het logo zag? En ik zal hem zo in beeld tonen. En ook de naam. Wat is ja, het, het eerste wat je dacht van, ja, dit? Het logo dacht ik, oh yes, dat is in ieder geval weer wel een T-Rex. Er was misschien nog wel even dat ik dacht, zouden ze dat ook gaan veranderen? Maar ik heb er niet heel lang bij stilgestaan. Hebben ze niet gedaan. Uh, ik, vind het, ik vind het wel... Een mooi logo. Naar mijn idee wel iets te Jurassic World-achtig. Natuurlijk staat er ook Jurassic World in. Maar ik vind er wel een soort van continuïteit in zitten. En dan hebben we natuurlijk de ondertitel. Die was op een gegeven moment, kort nadat wij um, het hadden opgenomen, de vorige, de vorige Jurassic Talk, uh, was die bekend geworden. Ik geloof echt ook een dag erna. Ja, Rebirth, alleen daar was nog een beetje zo'n. Ja, gaat dat echt wel de titel zijn? Is dat niet Working Title? Zoals ja, zo, wat, wat vaak met jullie doen Ja, dus ik had niet gedacht dat dit hem zou worden. Uh, nee, ik, ik had een niet. aantal van die Jurassic Park uh, World influencers wel gehoord, of hoorden zeggen: Ja, dat wordt hem wel. En ik denk, nou, ik weet het niet, ik moet eerst nog maar zien. Ja, en nu zien we het. En het is het echt. Ik moet er nog aan wennen. Ook omdat ik niet goed weet waar het voor staat. En dat is niet erg. Komt wel. Denk ik dan. Uh, ja, ik maar denk ik, dat het ik, echt de reboot ik, is dat... nu. Dit is waar we op zaten te wachten. Dit gaat de, de vorige drie films gewoon wegspoelen. Gewoon weg. Gewoon nog net niet door de goot, maar het gaat het wel wegspoelen. Dat gevoel. Want Rebirth is wel een, behoorlijk, ja, een behoorlijke naam van oké, okay, een herstart. We gaan even ja. opnieuw beginnen. Zo voelt het voor mij wel. Nou, dat is ook waarom ik dacht: dit gaat de titel niet zijn. Het is al heel sterk uh, aangezet. Ja. Uh, maar het moet ook echt te maken hebben met de inhoud, uiteindelijk. Ja. Uh, en ik denk, maar er komen we wel op dat daar wel een reden voor is. Maar dat het ook een dubbele lading heeft. Ja, wij weten heel goed dat de afgelopen in ieder geval twee films niet het succes waren waar men werkelijk hopelijk op gehoopt had. Ja. Uh, dus. Um, Zeker de laatste. Uh, was natuurlijk niet om helemaal over naar huis te schrijven, in mijn mening. Um, nee. En ook zeker in die van jou niet. Jou. Dus um, ja, ik, ik denk dat dit duidelijk een, 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 ook een statement is van we gaan het toch weer anders doen. En, en we, gaan het, we gaan proberen terug te gaan naar uh, hoe het was in Jurassic Park en uh, The Lost World. Dat is wel wat ik terugzie in die allereerste afbeelding die uh, we nu gaan zien met de twee hoofdrolspelers Scarlett Johansson en Jonathan Bailey in. Daar komt hij. De tall grass, het hoge gras. Als we er even bij toveren. En daar komen ze. Ja, ik vind dit wel Jurassic. Eerlijk gezegd. Ik, ik, uh, ik kan hier wel blij van worden en dat is echt niet per se om Scarlett Johansson. Die dokter, oh ja, die, die Jonathan Bailey, ik kom zo al op de naam uh, die hij krijgt, heeft, uh, vind ik ook wel goed passen. Uh, dat ik denk, ja, dit, dit, dit is wel eigenlijk even een nieuw Jurassic Park karakter, maar ik kan hem wel meteen daarin plaatsen. Hetzelfde geldt voor Scarlett Johansson, uh, Helemaal gefixeerd op iets wat ze zien. Een dinosaurus denk ik dan. Of meerdere. Uh, ja. Hier ben ik blij mee. En als ik dan ga naar de tweede. Tweede foto die ze hebben gepubliceerd. Dan zien we gewoon Blade. Dan zien we gewoon de nieuwe Blade staan. Daar is, daar is Blade. <laughs> Ali. Mahers, Mahershala Ali, Ali. Op een boot. Waarschijnlijk. In een haven. De, de, de behind the scenes uh, uh, foto's. Nee, niet behind the scenes. zijn zijn, zijn uh, setfoto's die genomen zijn die eigenlijk niet genomen mochten worden. <laughs> die, uh, de geliekte setfoto's, die, die laten zien waar hij staat. En dat is in ieder geval ergens bij een dok, uh, een haven of iets. Um, maar is het niet dus heel staat... erg cheesy om weer zon gun te hebben? Van flare ding. Uh, ja, uh, dat. Daar dat zou je over kunnen discussiëren. Ik weet het niet. Misschien wel, misschien niet. Ik vind het wel een leuke, onheilspellende... Het had ook zonder gekund, maar dan, dan had hij een, een zaklamp moeten hebben en dat is ergens ook alweer leem. Ja, dat wel. Maar het is natuurlijk wel weer. Het wordt wel behoorlijk, vooral in, welke was het van? Een Kingdom? Of de eerste dat, dat Claire volgens mij ook weer dat ding pakte en, Claire Jeff, doet het. Ja, de en de eerste... Jeff Goldblum heeft tegenwoordig ook overal in elke film wel in zijn achterzak zitten. Die denk van. Oh ja, mag ik ja, je mag en ja, weet je, het begint een beetje. Ja. Nou, ik, ik mag hopen dat het een van de weinige weinige uh, hints is in de zin van wat ze bij Dominion overdadig deden. Gaan we het nog over hebben? Ja. Dat moet je echt niet doen inderdaad. Dat is nee, helemaal met eens. Dat moet je mee stoppen. Uh, wat mij betreft, dit, dit kan om om enige herkenning. Um, het, het groot verschil is wel in deze scène, hij, hij is aan het schreeuwen of, of een beetje, hij lijkt ook wel angstig of zo. Wat ja, dat wel. Wat uh, komt hier om me af? Of wat zie ik nu? Dat vind ik leuk. Waarom? Omdat ik denk, nou worden de dinosaurussen gevaarlijk. Nou worden het geen ja. troeteldiertjes. En dan denk ik, ja, dit, 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 soort, dit soort spanning wil ik wel merken in de, in de volgende vierde Jurassic World. En ja, want hij ziet er niet, niet rustig uit of zo. Het is wel erg van dat hij denkt van, dit, er, er staat wel iets voor zijn neus, zeg maar. Dat ja, zeker. De, hij, hij, hij is niet blij. Er zijn wel een nou goed komen we straks. Op. Of hij ween. krijgt gewoon weer te horen dat Blade weer met een jaar is uitgesteld. Kan natuurlijk ook, hè? De, ik, ik voel hier de perfecte meme uitkomen van jou <laughs> maar binnenkort op Facebook of Instagram of waar het maar. maar. Ja, weet je wat ook het grappige is? Ik ben heel benieuwd, want hij, ik ken hem vooral uit um, House of Cards. Ja. En daar speelt hij dan Remy en daar speelt hij eigenlijk een beetje de rechterhand van uh, Frank Underwood. En daar zie je hem eigenlijk gewoon als een nette advocaat. Dat je helemaal netjes strak een pak ja. altijd, dure ja. auto en totaal geen actieheld. gewoon Gewoon niet. Altijd gewoon helemaal netjes in pak, strak. Uh, zelfs als hij uh, casual is, dan ziet hij er netjes uit. Ja. Uh, en nu zie, we, zie ik hem dan eigenlijk voor het eerst ja, als, een, uh, ja, een, als een militair, weet ik veel wat. Ja, dus toch even denk ik van, is dat, is dat Remy? Je bent wel, er zijn wel andere dingen. Je bent wel veranderd sinds je niet meer met Frank samenwerkt. Maar ja, het is gewoon grappig om een acteur nu uh, in een compleet andere rol te zien. Ja, Zullen we dan die lijstjes even doorgaan. We hebben trouwens nou, we ook nog. We... Ik weet niet of je die eerst wilt zien. Het logo die dan opkomt als video. Al oh, heel graag. Dat gaan we. Dat ook... was de eerste teaser. Uh... Want we hebben natuurlijk ook nog de teaser. Daar komt die. Ja. Het blijft ook al apart dat ze weer voor de standaard Tune kiezen, hè, voor echt de allereerste. Ja. ja. Ik vind het wel apart gedaan. Ook met die zon die dan er doorheen komt. en. Ja, ik vind het wel apart. Ik vind het wel tof. Ik vind hem ook. beetje uh, ik, ja, ik beetje een beetje van goud. Dus dat, dat goudachtige, dat een beetje van het is ook een rebirth. Hè. Kijk, ja. de vroegere Egyptenaren die zagen de opkomst van de zon als zijn wedergeboorte, zeg maar weer. En dan gaat hij onder, door het dodenrijk heen, terug naar boven, het levende wereld in. Uh, ik hou al van, en, en, en dat is met Jurassic Park ook. Jurassic World was dood en het wordt weer herboren. Ja, precies, herboren. dat is het wel, ja. ja dus ook... ik vind het ook al goed gevonden. Kijk, wat het tof is, ja kijk, het idioten is dat, dat iedereen zit te kijken van ja, waar maak je druk om om het logo? Maar het is gewoon heel tof gedaan hoe ze dit logo introduceren. Want meestal krijg je gewoon een plaatje die ik al eerder liet zien en die wordt op Instagram gedeeld en weet ik veel waar. En dat is het dan. Maar nu hebben ze de moeite genomen om ja, gewoon die zonsopgang erin te verwerken. Gewoon even van oké, okay, dit is het nieuwe logo. En ja, waar maak je druk om? Maar het, is, het zijn van die kleine dingen. Want van alle logo's zijn eigenlijk altijd met de T-Rex geweest, behalve de derde film. Uh, ja. Die had natuurlijk die, die Spinosaurus uh, of wat was het Spinosaurus, uh, dat, dat ja, gekke spin ding. Spinosaurus. Ja, ja. die ja. Um, dus dat was eigenlijk het enige wat qua logo is afgeweken. Maar voor de rest is het altijd deze opzet geweest en een iets ander kleurtje. En Jurassic ja. Park was natuurlijk rood, uh, geel en ja, World die deed iets met blauw geloof ik. En nu wordt het. Ja, wat maak je druk om? Ja, hier dus om. Maar het is gewoon het, het geeft gewoon weer even iets. Want de vorige aflevering had het nog erover. Ja, als ze nou gewoon alleen een logo laten zien. Nou ja, goed. Drie weken later, hier heb je het logo. Hier, ja, alsjeblieft. <laughs> je wordt op je wenken bediend. Nou, ja, wat je precies. ook wel een beetje ziet. Um, er zit ook ergens wel weer een soort van donkere. Maar heel donker grijs, groenig. Ja, bovenin. En het. gelig. Ik vind, ik vind het mooi. Ik vind, ik vind het een hele toffe uh, kleur ook. Een, een, een ja. beetje een aparte donkere rand. En dan daarin weer wat lichter. Ja, en dan het dat is groene goed, goed over nagedacht. Ik hou ja. ervan. Uh, ik, ben er, ik ben er blij mee. Het had echt van mij niet uh, hoeven zijn zoals. Uh, nou ja, hier is die. Die had ja. het niet gehoeven, per se. Um, ik, ik vind het, uh, ik vind het vind prima. En ook weer de ik bomen heb... aan de onderkant. Die zijn ook gewoon weer terug zoals ja. in het origineel. Het is gewoon. Want kun je het originele logo nog eens een keer erbij pakken? Hoe je hem net had in het boek? Ja. De T-Rex is alleen wat hoger gezet. Oh, <laughs> hij, hij tikt hem wat yeah. hoger uh, aan. Hij raakt de cirkel aan van boven. Ja. ja, precies. Dus ja, dat is dan een kleine verandering... dat de T-Rex nu ietsjes groter is. denk dat die Photoshop er yeah. gewoon per ongeluk iets uitgeschoten. Kan gebeuren. Uh, maar ja, dat Goed. is op zich wel tof. Ik vond het wel een mooi tof logo. Of vind het een mooi tof logo? Of ziet ook. Ja, hadden ze niet wat anders kunnen doen dan toch? Natuurlijk hadden ze dat gekund. Maar het hele ding is... Um... Je kan niet. Ja, of je moet helemaal opnieuw beginnen, maar je kan niet terug achter. Het kan wel, maar dat is vaak het probleem um, met brands. Dit is een hele brand geworden. Ja, dat met is. De Star Wars, ook. een hele brand is. Je gaat het niet Star Wars opeens anders noemen. Meer. Nee, dat is natuurlijk ook. Ja, ik en snap het. het, dus het, het is natuurlijk snap je het idee? Ja, ik snap uh, het natuurlijk wel, ja. ja. Eigenlijk was het natuurlijk Jurassic Park. En ik denk als ze in. Maar goed, dat is mijn theorie. Als ze in 2005 of 2001. Um, een goede Jurassic Park 3 hadden gemaakt. dan had het al, voor altijd mogelijk Jurassic Park geheten. Ook al weet ik dat niet zeker. want op een duur gaan die dino's toch het eiland af. en is het park klaar. Ja, ja World dus, dekt wel de lading. Je kan er wel, het dekt de lading. Je, je ja. zou een spin-off film kunnen maken. wat afspeelt in Afrika. of in weet ik veel wat. En dan kun je Jurassic World. en dan geef je een typische uh, ondernaam. wat dan daar. Dus je kan wel heel veel inderdaad met de naam doen. Het is jammer dat die. Ja, dat er een beetje een smetje op zit van drie films die een beetje van... Mwah, dat is dan ja. weer wat jammer. Maar als, als deze film uh, inderdaad, wat jij eerder al zei, de boel een soort van wegwast en het in die zin goed maakt, dan, dan heb je misschien straks drie... Nou, ik vind zeg maar in ieder geval één echt niet goeie. En um, daarna weer gewoon goeie. Ja, dan, dat zeker ben ik blij. Ik bedoel, dan is het vergeten en vergeven, toch? Ja, zeggen. want misschien kunnen ze gewoon nu een hele... Ik heb het gevoel dat de film nu wat serieuzer wordt of zo. Ik weet niet waarom, ja. maar het voelt voor mij wat serieuzer aan. Dat ik goed. vond die andere een beetje wat onderbroeken lol, uh, waarvan ik dacht soms van... <laughs> ja, dit, of la, laat ik het anders zeggen, het voelde meer aan als een echte kinderfilm soms... dan dat het een beetje een volwassen film was. Terwijl het natuurlijk niet zo ja. was, maar dat gevoel had het nu. En nu heb ik zoiets van, het voelt wat volwassen of zo... Aan of zo, ik weet niet precies wat nou, laten, laten we dan eens kijken naar de cast, want dat vind ik ook gewoon wel een volwassen iets en daarnaast ook wel um, uh, niet leunend op uh, uh, valse nostalgie. Want Scarlett Johansson uh, is natuurlijk een van de hoofdrolspelers, die kennen we gewoon niet terug uit die hele filmreeks, dus dat is hartstikke nieuw. Wel hartstikke bekend als Black Widow. Um, maar ook andere rollen. Maar zij gaat uh, Zora Bennett spelen, de dochter van Tony Bennett. Nee, dat is niet waar. Ik weet niet of je Tony Bennett kent. Nee, de naam zegt me trouwens niks. Tony Bennett. Ik zou niet weten. To Tony Bennett is een zanger. Oh, oké. <laughs> dus... Oké. <okay. laughs> okay. Nee, die uh, wat zingt hij? Een beetje van die van die. Ja, het is geen Frank Sinatra, maar wel een beetje dat soort muziek, geloof ik. Oh, oké. Okay. En dan de, wat, wat, wat nieuwere generatie. Uh, hij heeft er, echt, geloof ik, in uh, de Muppets is hij wel eens geweest. In, uh, 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 in Amerika is hij gewoon bekend en onder de mensen van dat genre muziek, uh, vast ook wel. En dan hebben we Jonathan Bailey, die speelt, dat vind ik dan wel weer grappig: en Dr. Henry Loomis. En denk ik, Henry, ja, we hadden al een Henry in de vorige film, Henry Wu. Um, maar ze hebben toch wel weer een bekende naam gekozen, voornaam dan, maar goed, een heel andere persoon. Dus dat vind ik wel komisch. Um, hij is paleontoloog. Rupert Friend kennen we uit de laatste, nou, een van de Star Wars-films. Series, sorry. Uh, hij speelde, ja, ik weet niet meer wie, maar um, het was in uh, Obi-Wan Kenobi, geloof ik. Niet de beste spin-off. Nou ja, nee, over de Star Wars uh, kunnen we vrij kort zijn. Uh, laten die ook... Ik vergeet liever die laatste producties dan dat ik Dominion of zo. Ik kijk liever Dominion nog een keer en daarna achter ze voren dan mm -hmm. dat ik de laatste Star Wars producties. Uh, ja. Nou, ik moet zeggen, Rupert Friend deed het in die Star Wars serie best oké okay, hoor. Maar ik had eerst niet gezien dat hij het was omdat hij helemaal gesminkt was en dat soort. Ja, klopt. Dus ik herkende hem niet. En toen zag ik het later. Oh, dat is die man uit Pride and Prejudice met Kieran Knightley van toen. Ja, klopt. Uh, het, het enige wat ja. wel het voordeel was, was van Obi-Wan is de, ja, dat de geboorte van, uh, van Darth Vader, dat we afscheid namen van Anakin die scène was dan wel weer heel tof. Ja ja, 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 ja. En dat, dan, en dat, uh, dat Darth Vader uh, daar op die planeet kwam en heel even liet zien ja, wat hij doet met wat, wat zijn krachten inhouden en dat, dat was even een tof momentje. Maar voor de rest... Ja, dat, dat was, leuk. Ja, dat was leuk. Nou, en wat wel grappig is, is dat in het verleden, in 2005, was Kira Knightley uh, uh, in, in een relatie met Rupert Friend. Ik geloof, of daarvoor, in ieder geval in die periode. En um, zij was toen uh, eigenlijk soort van in de running om een rol te gaan spelen in de nieuwe Jurassic Park-film, De derde. Ah, oké. Okay. Sorry, De Vierde. Um, zij is er nooit ingekomen, maar haar ex-vriend, Mr. Friend, ja. mag dus <laughs> nu wel meedoen. Ja. Als een big, dat vind ik interessant, big pharma vertegenwoordiger. Dan hebben we ja. nog Manuel Garcia Rufo, is Ruben Delgado. Vader van het schipbreuklijnende gezin. Interessant. En dan hebben we natuurlijk uh, jouw blade. Uh, ja. Ali is Duncan Kincaid. Vind ik een leuke naam. Vind, ja. ik, vind ik mooi. Iemand dus met zijn flair en, en, en zijn ja, lege pak. Uh, <laughs> vertrouwde collega van Zora. Dus hij is ook... Deel van het team van uh, Scarlett Johansson, die we van nu Zora mogen noemen. En verder zijn er dan nog acteurs van wie de rollen niet bekend zijn, nog, nog niet echt, tenminste, um, wel weten wat ze gaan doen. Een deel speelt uh, de familie van die uh, Mr. Delgado en Luna Blaze, uh, David Jacono en Audrina Miranda. Die, uh, ja, die zijn zijn familie. En dan hebben we verder het team van uh, Zora. Uh, Philippine Velge, Begir, Sylvain, ik denk, ik weet niet, dat is een bijzondere naam. At Screen, ik weet niet of jij uh, uh, Deadpool gezien hebt, maar hij speelt daarin schijnbaar. Oké, okay, nee, ik heb Deadpool de laatste nog niet gezien, ondanks de marketing die zo erg was dat je er niet omheen kwam. Maar nee, ik heb die film nog niet gezien. Nee, ik geloof dat hij ook maar alleen de eerste Deadpool speelt, maar ah, okay. maakt niet uit. Zij vormen dus uh, het, het team van Zora. Dus geen bekende karakters terug. Hoewel, en dan komt hij, uh, rond deze dagen, in deze periode, en dan hebben we het over eind augustus, vinden de opnames plaats in de studio van Londen voor Jurassic World 4. De opnames in Malta en in Thailand zijn klaar. zijn dus nu nog van die nou ja, studioopnames aan het doen. Uh, en wie is daar toevallig? Ook aan het werk, volgens zijn vrouw. Laat maar eens zien. Ja, hij sta, ik heb hem erbij gezocht. Ja, daar staat hij. Daar staat hij. En hij is in Londen, terwijl de opnames van Jurassic World 4 voor plaatsvinden. Ja, Rebirth. Dat is typisch, om het zomaar te zeggen. Ja, precies. Ik weet niet wat ik te. Kijk, ik, we hebben het er eerder over gehad, dus het is natuurlijk hartstikke leuk uh, als hij er wel in mee zou spelen, maar aan de andere kant. Ja, ik weet niet of het wel. Zit er op te wachten? Ik niet per se. Nee. Ik weet ook niet of die past. Nou, zit er op te wachten. Ik zou het leuk vinden. Als zijn rol op een of andere manier als een soort van stem, voice of reason. Misschien Ja, inderdaad, ja. Okay, yeah. dan, dan zou ik het misschien leuk vinden, want. Maar dat heeft dan ook wel met het plot te maken. En ook met dit boek, The Lost World van Michael Crichton. Hij zegt daarin hele rake dingen, samen met Sarah Harding. Maar we komen erop terug. Ik denk, ik denk um, wat mij betreft, uh, geen grote rol. Ik denk dat dat ook niet gaat gebeuren. Ik heb heel even die foto uh, op mijn andere scherm ik ga even ingezoomd. Want vaak wat die acteurs wel eens willen doen, is dan bijvoorbeeld een t-shirt aantrekken of een blouse. Waar dan een logootje op staat of een dinosaurus. En ik zit even in te zoomen op zijn shirt. En er, staat, er zit geen dinosaurus op. Dus. Zit geen hint in. Er wat zit wat? geen hint in. Want ze willen nog wel eens gewoon. Ja, dan een beetje teasen en dan gewoon een shirt aandoen. Of een, dat er nog een armband of zo zit. Of weet ik veel wat. Ja. Iets wat dan hint naar. Maar ja, dat heeft hij dan niet. Maar oké. Ik van alle acteurs die terug zouden mogen komen. Zou hij het dan? Vind ik wel dat hij het dan wel weer verdient. Maar aan de andere mm -hmm. kant. Laat hem dan nog één keer erin voorkomen en daarna weg. Gewoon dat we echt afscheid nemen van de acteurs die we kennen en beginnen een nieuw verhaal nu. Want ja, en ik had, is ik het is het gelimiteerd idee... natuurlijk wel weer aan, aan, aan de oude acteurs. Want deze film hmm. gaat vier, vijf jaar later we afspelen, volgens mij. Te. Vijf jaar, ja. Vijf jaar. Zo wel maar de, ik, ik, voor mij betreft, wat mij betreft is bij Dominion was dat het afscheid wel. Gewoon ja. dat, ze, dat de oude cast in de helikopter wegging, en, maar goed, we moeten het daar nog steeds over hebben een keer, maar ja. dat was een mooie exit, uh, nou ja, mooi in die zin van, dan is het ook klaar, ja. wat mij betreft, dus ik, maar als het verhaal, het nieuwe verhaal, um, best goed aansluit bij wat, wat Michael Crichton schrijft in zijn Lost World... Dan zou ik zeggen, nou dan, dan inderdaad zoiets als The Voice of Reason. Uh, die in zo'n, net als bij Fallen Kingdom, heel even zo'n cameo. Ja, ja, precies. Maar ik, ik verwacht het niet. Maar je weet het nooit met Hollywood. Het kan van alles gebeuren. Want het is aan de ene kant ook wel weer gek als ze dan deze film ingaan. Uh, en je hoort en ziet niks van die anderen. En dan heb je wel zoiets van, maar, maar, maar wat is... Nu wil ik ook weten wat er met hun is gebeurd. Want dat krijg je natuurlijk dan ook weer. En dan hebben we het niet alleen van de Jurassic Park-acteurs, maar ook van de World-acteurs. Want die hadden een ja. vrij grote rol in de vorige films. Waar zijn hun dan in één keer? En het is ja. maar vijf jaar later. Dus niet dat ja, er dat honderd jaar later of zo, dat ze niet meer zouden kunnen leven. Maar het is maar ja. vijf jaar later. Dus ze zijn er nog wel, iedereen. Ze zijn er nog, nog wel. Ja. Behalve degene die... die, die, ja, die ja. ja, precies. Ja, dus dat, dat, is dan zijn, wel... dat zijn er niet zoveel. Dr. Who is er in principe ook nog steeds. De maker van ja. de dinosaurussen. Dus, uh, maar ik denk dat als we naar het plot gaan. Dat, dat we het dat we daar wel verder over kunnen hebben. Eventjes nog over die. Um, uh, want ik had het net even over die setfoto's. Die gelekte setfoto's. Um, er was zo'n gast geweest. Die was met een drone over de studio, studio in Londen gevlogen. <laughs> dat vind ik dan wel... Wel weer. <laughs> die had is van goh, waar ga ik mijn zondag aan spenderen? Ja, ik ga ja, er heel even overheen vliegen. <laughs> ja, even kijken wat de vrienden wat allemaal. Nou, en een van de foto's die hij nam. Wie dit niet wil weten, doe het even doorspoelen. Ik zeg het even. Spoiler alert. Er um, was een soort tempel te zien. En ik weet nog wel in de vorige video hebben we even volgens mij een soort uh, een afbeelding laten zien van van, van een fan-made poster. Ook met een soort tempel en die was ook weer gebaseerd op eerdere setfoto's uit Thailand. Ja, dat was en, in, in het midden ja, ja. In het midden. Heel mooi trouwens, vind, vond ik. En ja, dat gaat dus waarschijnlijk wel gebeuren. Er komt iets van een, een tempel à la Lara Croft style in voor, dat ik eigenlijk heel erg uh, aansprekend vind. En dat komt denk ik omdat het ook heel Michael Crichton-achtig is. Want als je eens een andere boeken leest, waaronder het boek Congo, daar zijn ook uh, teams. Er worden twee teams naar de Congo gestuurd. En het ene team stuit op iets, en het andere team komt dan uh, achter een heel uh, bijzonder iets. En dat vindt plaats bij een tempel. Ah, zo ja, ja. En ik, ja, zouden ze dat daar vandaan hebben? En dan vind ik het wel heel Michael Crichtonian worden. En dat vind ik leuk. Dus, ja, het verhaal ik, ik wordt, ook, er... wordt ook wat compacter, heb ik het idee nu. Pff, niet meer zo groot. Nee, Nee, dat, dat heel graag niet meer zo groot. Gewoon net als in Jurassic Park 3 of uh, uh, Jurassic Park de eerste. Even wat kleiner. Ja. Maar dat, dat vond ik leuk. En ja, er waren nog wat foto's in Thailand en Malta. Die van Malta waren ook heel boeiend, omdat daar watertanks waren bij de opnames. Dus dat zegt wat... Oh, ja, die hadden we ook heb volgens mij de vorige honderd Dus... Um, ja, het, het, het wordt echt wel weer als ik die foto's zie. Het wordt weer de Lost World achtig. En als ik die foto's die dan, de officiële foto's zie, denk ik. Ja, 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 dit, dit, dit kan wat gaan worden. En dan denk ik dat het tijd is om door te gaan aan het plot. Want daar gaat het natuurlijk over. Want waar gaat de film over? Zal ik het even voorlezen? Ja, doe maar. Ik heb uh, de, een kleine afbeelding van Universal, maar dat kun je niet allemaal nog niet lezen. Dus Nou nee, uh... is die. Even voordat je gaat beginnen, een nieuw era is born. Dat is dan ook wel weer een, een, een soort van: Oké, okay, we gaan nu echt weer even opnieuw beginnen. Dus dat, het is ja. wel echt elke keer die, die hints. die zeg maar er komt nu van. Ja, de titel zegt het al. En dan is het van: Ja. Dan moet die, die slogan moet het nog even benadrukken. Maar het wordt wel echt nieuw, jongens. Ja, en dat, dat had Frank Marshall eigenlijk al wel uh, een keer gezegd: uh, dat, er, dat er wel een nieuwe, nieuw iets gaat beginnen. Een nieuw. Na Dominion en na Camp Cretaceous. Um, moeten we door. En dan wel anders. Want je kan natuurlijk in de sleur raken. Ja. En, en dat, dat is gebeurd, vrees ik. En nu, vijf jaar later, tijd uh, voor een uh, heel verfrissend. maar toch ook volgens mij wel wat ouder verhaal. wat ooit al wel eens in gedachten geweest is, uh, deels om dat uh, op het witte doek te brengen. Ja. Nou, het gaat zo. Five years after the events of Jurassic World Dominion, the planet's ecology has proven largely inhospitable to dinosaurs. Dus vijf jaar later, het hebben we net al over gehad, uh, overleven dinosaurussen het niet meer op deze planeet. Ze zijn weer aan het uitsterven omdat het gewoon niet lukt uh, met het klimaat waarin wij leven. Ja. Dus ze moeten naar een klimaat, en dan komt het, those remaining exist in isolated equatorial environments with climates resembling the one in which they once thrived. Dat vind ik echt zo'n David Attenborough uitdrukking. Ja, Als je ja, documentaires ja, kijkt van, ja. van, van uh, planet uh, bla bla bla, uh, dan, oh, wow, they, they, thrive. they thrive. Ja, hij zou deze film wel kunnen gaan... Uh, hoe heet dat? Uh, die voice-over kan hij misschien wel beter doen voor deze film. Ja, dat denk ik. Dat denk ik. Als het een beetje documentaire-achtige stukken heeft... dan moet hij maar even de, de, de voice zijn. Ja, precies. Maar, maar dat vind ik wel echt heel goed. Want uh, die parasaurolofus in de sneeuw... Ja, dat is leuk in Dominion. Maar ik geloof er niks van. Nee, precies, nee. En, en ik geloof wel dat als er dus een uitbraak is, dat dinosaurussen naar plaatsen gaan en, 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 en gebieden waar, waar ze gewoon en niet gepakt kunnen worden, dus ja. ze vluchten, eh, en eh, ook gewoon lang kunnen overleven. Volgens mij werkt het zo. Dus dit vind ik al een hele goede zet. Mijn idee. Ja, want het dominion uh, was het gewoon meer om het plaatje mooi te krijgen. Met, met die paarden en die dino's die er tussendoor renden. Ja, dat is gewoon puur voor het plaatje. Maar ik denk yeah. niet dat die dino's in het echt zoiets hebben van nou oh, we gaan samen met die paarden even een stukje rennen vandaag. Dat voelt heel <laughs> raar en heel onnatuurlijk of zo. <laughs> ja, ja, ik vond het wel leuk. Maar Het is, het is, um... ja, het ik is leuk dat... voor het plaatje, maar volgens mij in werkelijkheid gaat dat niet gebeuren. Zou okay. dat niet gebeuren? Zou dat nu niet gebeuren? Nee, ik ik ja. vind het iets paradijselijks, profetisch bijna. Ja, precies. Dat is dus zeg maar na de apocalypse, is een vredenrijk en dan, dan gebeurt dat. Ja, ja, maar precies. Maar dit is nu en het is nog totaal geen vrede. Dat weten we allemaal als we naar de nieuws kijken en dat, dat soort dingen luisteren. Um, dus nee, dat geloof ik niet. Maar dit wel. Ja, ja, precies. Nou, three en dan wordt het leuk. The three most colossal creatures within that tropical biosphere. Hold the key to a drug that will bring miraculous life saving benefits to humankind. Oké, okay. toen jij dit las hoorde, wat dacht jij? Ik vond het gek. want... Kijk, in, het, het hele stukje bedoel ik hè. Ik bedoel, niet ja, dat, alleen. Ik vond het wel heel erg. Ze gebruiken wel onwijs veel dure woorden om, het, om, om zeg maar hun punt te maken wat ze eigenlijk willen. Dat ik echt denk van oké, okay, prima. Dat is één. Uh, sommige dingen heb ik echt even uit moeten googelen. van wat bedoelen jullie in hemelsnaam. met wat jullie nu schrijven. Uh, maar ik vond het laatste vond ik behoorlijk opvallend. Want we ga, ze, er zijn dus dino's. die een bepaald... die dan iets kunnen oplossen voor ons. Maar het gekke is. in zowel Jurassic Park. en World. was ze niet een virus. wat een mens bijvoorbeeld. aan zou pakken. Zoals met. Planet of the Apes. Uh, daar was dat wel het geval. En als dit. Ja. uiteindelijk in Planet of the Apes. zou staan. dan zou het voor mij logisch zijn van. Want we zijn er naar op zoek. Maar in deze filmreeks zijn wij volgens mij niet op zoek naar iets om op te lossen. En dan nu vinden we dus bij de dino's in één keer een soort medicijn wat ons zou helpen. Maar wat dan en waarom? Ik vind die, die linklogica vind ik niet helemaal matchen of zo met elkaar. Ik heb zoiets van: waarom? Okay, waarom? Interessant. Ja, want, van, van, je kan, want hun geven dus hier aan van een soort van medicijn. Oké. Okay. Er zijn heel veel virussen en heel veel ziektes op deze aardkloot. En welk, waarvan vinden we dan het medicijn? Of worden we een, een supermens of leven we langer? Ik vind, dat, ik vind dat laatste heel gek en gewoon niet echt lekker matchen met deze film. Want het draait dus niet om de dino's. Net als dat het in Dominion niet om draaide. Maar nu draait het weer om. We gaan nu een drugs medicijn vinden. Om onszelf weer verder te helpen. Nou ik vond dat een beetje gek. En raar. Oké. Okay, dat was het de... eerste wat bij mij kwam. Ik snap kwam. Ja. Ja. Nou weet je. Wat mij. Uh, nou ik had al gezegd van. Uh, dit, ik, ik vind het interessant. Wat ik lees. Ik had wel uh, zoiets Als. Um, dit had eigenlijk Jurassic Park 3 of 4 moeten zijn. Ja. Wat jij zegt klopt. In die, in, die, in die drie tussenliggende films. Behalve in de laatste gaat het natuurlijk wel over dat hoe dat zo. Ge, 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 ja, oh ja, op. met die insecten die in één keer groter werden en zo. Ja, ja het, het, het genetisch materiaal is wel echt uh, uh, ja, uh, misbruikt. Waardoor ja. er dus allerlei mis, dingen mis kunnen gaan en virussen kunnen ontstaan. Uh, ja. dus, dus daar kan ik wel kan ik, kan ik snappen, alleen in de relatie tot de dinosaurussen en in de relatie tot de boeken van Michael Crichton uh, zou ik denken: wacht even, als de dinosaurussen uitbreken, Jurassic Park 3 zou Jurassic Park Breakout geheet hebben. Dat betekent Breakout, maar ook misschien wel iets met, nou, wat zij meenemen aan ziektes. Wat je ja. in The Lost World, het boek, en daar gaat het volgens mij over. Um, Oh, dan gaat die vervelende serie weer aan. Hoi Apple. Tim Cook is er inmiddels ook bij. Hij luistert ook mee vanaf zijn bureautje. Ik heb, ik heb hem meteen uitgeschakeld, die kippenvangen. Maar in dit boek gaat het over een disease, die um, uh, X-disease. En um, ik denk dat dat is, dat is trouwens iets waar de dino's mee geïnfecteerd zijn. Uh, maar wat volgens. In het boek dan Harding en uh, Malcolm uh, ook schadelijk kan worden voor mensen. Uh, dus als dinosaurussen uh, sinds de minion onder mensen hebben geleefd. En dus toch een bepaald virus hebben ge verspreid. Dan moet je op een uur dus terug naar de bron. En mogelijk dat onderzoek uitweest Dat nou, bij die grote drie zouden dat kunnen terug En die hebben we nodig ook om dan het medicijn weer te vinden. Kan die link dan wel snappen? Ja, dat dan weer wel. Ja. Ook in verband met het Critonian uh, uh, bronmateriaal. Wel is het dan wel weer ongelooflijk lullig voor die mensen dat het dan weer precies de drie grootste angstaanjagende dino's zijn. Ja, en niet gewoon zo'n cool. klein, uh, zo kleine dino, weet je, die gewoon een handtas kan donderen. Nee, het moet dan weer iets heel, het zal ongetwijfeld de Rex wel weer zijn en dan nog twee andere gokken. Ja, denk. dat vraag ik me af. Wat, wat zou je denken? Wat is het? Wat zijn het? Ik denk dan misschien gewoon sowieso de T-Rex. Want die is dat is altijd de hoofdrolspeler nummer één. Hij uh, staat niet voor niets in het logo ook. Dus ja, precies. Het zou dus die moet, moet... raar zijn als hij er niet in voorkomt. Ja, precies. Dus ik gok die. Uh, en dan die dino die we dan in die vorige film zagen. Die grote. Geen idee hoe ze allemaal heten. Uh, giganotosaurus. Uh, uh, giganotosaurus. Ja, dia. Uh, ja, en ik, ho ik hoop niet die... Ja, misschien wel toch wel die spin-out. Uh, Want ja. met toen, toen Blade daar zo stond. Misschien staat hij wel tegenover, dat, tegenover die dino. Misschien. Ja, dat zou best kunnen. Het is natuurlijk ook in het water. Um, ja. Men heeft. En dan nogmaals hoor. Je hoeft niet naar de fans te luisteren. Maar Eerst even terug op waarom dan weer die grote. Ja, vergeet niet: zijn Amerikanen. Alles moet altijd groot. Het mag ja, niet tuurlijk. tuurlijk dat toen, natuurlijk toen, wel. toen de Baryonyx werd vervangen door de Spinosaurus omdat die groter en bigger. Ja, dat ja. is echt weer dat, dat verrekte. De vloek van Amerika. die er ja. overheen ligt. Um, dus dat is het probleem. Maar dat kan natuurlijk wel heel interessant worden. Ik zou het wel interessant vinden. en leuk vinden. als de uh, Giganotosaurus. toch nog even een. een, een serieuze rol krijgt. Ja. Dat zou ik wel waarderen. Want die heeft nou niet echt. Ja, volgens Colin Trevorrow. was hij de Joker van Dominion. Nou, echt niet. Ja, dat was hij zelf, ja. Nee. <laughs> Van alle drie de films. Hij, je, een, hij heeft wel goede zelfkennis. Hij had, zelf een, had He gewoon geen heeft... cameo die man. Ja, wij heeft gewoon goeie, wel goede zelfkennis. Dat er... <laughs> anyway. Um, maar dat zou leuk zijn, en ik, ja, T-Rex. Maar dan niet, alsjeblieft niet onze oude bekende T-Rex. Nee, niet weer die lieve dinosaurussen. Ik wil nu gewoon die dino's zien die gewoon niet meer friendly zijn tegenover ons. Daar ben ik, ik op... helemaal mee klaar. Dat dat, dat de huisdieren zijn uh, van ons en dat we er heel vriendelijk mee doen. En dat we een klikker kopen bij de action en dat er vervolgens drie raptes voor je neus staan die dan de boodschappen halen. Nee, daar ben ik helemaal klaar mee. Weet je waar ik op hoop? Oh? Ik hoop op de originele T-Rex uit de jaren negentig. En dan bedoel ik niet. Die dus in de film voorkwam, maar die in het boek voorkomt: en die is rood met zwart, en ontzettend dreigend om te zien. Oh ja, Dit die is echt heel zo... tof. En hij komt ook voor in, uh, ik geloof, zo'n spel Trespassen. Dat is een oh, spel okay. dat, 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 dat plaats of uh, gemaakt is na Jurassic, de, de, de Lost World, geloof ik. Uh, daar, daar komt hij dus even in voor, en ook te midden van maya ruïnes en zo. Ehm. Um, ja, ik hoop gewoon op iets meer on onheilspellend-achtige T-Rex. Ja. ja, maar dan weer niet zoals met die raptors. Dat we weer allemaal... Ik toen allemaal die verschillende raptors met zo'n kwamen, Weet ik het allemaal. Het, een beetje, het, het ah. moet wel een beetje realistisch dan blijven. En, en die, die T-Rex mag ook al een beetje... Ja, wat verwilderd er zo uitzien of wat gevaarlijker en dat zou dat ik al ja, fijn vinden. Ja, dat bedoel ik ook, wat agressievere kleuren ja. Nou, in ieder geval, wat, wat ik zeg, zo'n zo soort T-Rex, daar zou ik wel uh, blij van worden. Maar ja, goed, uh, we gaan het zien. Waar ik ook aan moest denken trouwens. Uh, ja, dit wordt dus geen, uh, geen prequel, maar wel een sequel. Ik hoop eerlijk gezegd wel op wat uh, ja, prequel-achtige uh, quotes. In ieder geval van wat is er gebeurd en ik denk dat het gaat gebeuren. Dat komt nog. Weet uh, je trouwens tussendoor vijf jaar niet te kort? Nou ja, dat wat mij betreft hadden ze echt nog een paar jaar mogen wachten, ja. Nee, maar ik bedoel van misschien hadden ze uh, in plaats van vijf uh, misschien moeten ze zeggen van... Oké, okay, de film komt wel gewoon volgend jaar uit, maar dat die tien jaar verder later is dan Dominion ja, ja. bijvoorbeeld. Ik vind vijf jaar wel redelijk wat, was Dominion, door de bocht. Was Dominion dan in het tweede jaar... Wanneer was het dan? Ja, maar ik bedoel echt qua tijdsperiode in de film, zeg maar. Dat... Ja, ik, ik snap wat je bedoelt, ja. Want er Tot is dan best... blijkbaar in vijf jaar tijd na Dominion... is dan blijkbaar een virus opgedoken ja. uit het niets dan. Want alle andere films die al uh, heel erg lang bestaan... Ik ga het niet hardop zeggen, want dan voel ik me nog ouder dan ik al ben. Uh, en al die jaren is er niks gebeurd. Hebben we nooit ook echt. Ze hebben het er wel over gehad, maar we hebben bijvoorbeeld geen nieuwsbericht in een film gezien. Van nou, uh, er vallen daar mensen met borstjes neer, of dit of dat. Of nee. mensen krijgen. We dan is er in vijf jaar tijd. is er dus blijkbaar best veel gebeurd dan. Ja, en de dino's denk sterven dat je, af. En we nemen er zo'n Ja. Dus ze hebben wel. Ja, dan best wel wat uit te leggen. Het is niet erg als ze dat op een hele goede manier bijvoorbeeld doen. Ja, alsjeblieft niet zijn. met een of andere gekke influencer die een filmpje maakt. Oh nee, zeker niet, want dan is het dan, druk meteen op die vierkante knop. Dan, ja, uh, ja, of moet je weglopen uit de... Uh, ja, precies. Want nee, maar bij... dat, zou ik, dat zou ik zo leem vinden. Doe dat alsjeblieft niet, zoals in Nee, film. precies. Echt, dus... niet. En oh, ook niet, niet hoe ze dat met Dominion deden, dat ze allemaal van die commercials toen op YouTube gooiden. Van, oh kijk, je ziet dan een, een, een getrouwd stel daar staan en er komen weer vliegenbeesten overheen. En, weet je... Om het dan uit te leggen. Ik vind ja, dat is leuk gedaan voor de PR. Maar ik wil dat verhaal technisch in de film bewerkt ja, zien worden. Ja, en dat, uh, dat zouden genau, ze met dit ook gewoon moeten gaan doen. Om het op een nette ja. manier. Niet van even snel, maar vertel het op een mooie verhaal. Ma maak hier ook weer ja. drie films van of zo. En leg het gewoon. Neem de tijd alsjeblieft. Om het verhaal ja. goed uit te neem, leggen. Neem de tijd heel graag. Dat zou ik echt heel fijn vinden. Zonder dat het uh, ja, gehaast wordt. Want je hebt al een korte. Uh, opnametijd Ja. Uh, dat is echt gewoon uh, twee jaar, denk ik. Zo beetje. Ja, dus, maar goed, mm. de, de pre-productie loopt al echt lang. Hè? Dat is ja. al sinds de Minion. Dus, dus men heeft al heel wat neergezet. Waar ik trouwens ook aan moest denken, omdat jij dus noemt uh, ja, met die ziekte en zo, dat je ook een beetje je twijfels daarover uit, als ik het goed zeg. Um, het deed me ook wel denken aan de film Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid. Oh ja, ik geloof ja. dat ze dan achter een, 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 een bloem willen, een ja, orchidee, die een Alzheimer zou kunnen genezen, dacht ik uit mijn hoofd. Ja, daar um, stond inderdaad wel wat van bij. Dus die is inderdaad ook alweer een tijdje geleden, 2004. Ja, die, 2000, oh, ja. 2004. <laughs> ja, 2004. Maar ik dacht, ja, dat, dat, ergens lijkt het er wel weer op. Een team die op zoek gaat naar een medicijn. Um, ja. Ik zat even van: is het afgezaagd of niet? Maar dat ligt dus helemaal aan het verhaal. Ja. Dus ja. En ik, ik denk dat het, dat het, dat het uh, uh, toch voor een groot deel zal voortkomen uit het boek van Michael Crichton. Ook omdat David Cap natuurlijk zijn films, de eerste twee films, gebaseerd heeft op de boeken. Ja, ja, dat ja, heeft hij nu volgens mij echt niet anders gedaan. Ik denk dat hij toch wel in, 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 in het bronmateriaal is gaan graven en gaan zeggen: gaan kijken wat kan ik nou eens goed gebruiken voor, dat nieuwe, um, voor die nieuwe film? Ja, zeker. En dat kan ook also, wel. Kijk, want World heeft in principe ook niet veel met park gedaan. De parkfilm is. Of de, het, het originele park is alleen in de eerste World film Hebben we daar even. zijn we daar geweest aan die mafklappen dan die dat t-shirt aan had. Dat hij ja, zei, ja, ja die, die hebben ik via eBay gekocht. Dat is nostalgie. Ja, ja, ja precies. <laughs> dus, ja. Maar er waren niet heel erg veel verwijzingen naar die films. Eigenlijk is het gewoon heel gek gezegd, maar als je de Park-films niet gezien zou hebben, dan kun je de World-films in principe qua verhaal gewoon volgen, zonder ja, dat, dat je echt van. daadwerkelijk wat mis. Ja. Um, en dat hebben ja, ze dat... op een redelijk ja. slimme manier gedaan. En dat kunnen ze nu eigenlijk ook wel weer doen. Want Park dat ligt zo ver achter. Rebirth, dan is, daar zal helemaal niet meer over gesproken gaan worden. Ja, en Overworld, ja, daar, daar is niet veel boeiends meer over verder te vermelden, wat dat betreft. Dus. Nee, ja, het enige natuurlijk dat er dinosaurussen zijn. Maar ik denk wel dat er um, over de eerdere films echt wel wat te zeggen gaat moeten zijn. maar dat geeft de synopsis ook weg. Want als we verder lezen, want er is meer bekend over deze film in de Jurassic Saga. Experience. Experienced covert operation expert Zora Bennett is contracted to lead a skilled team on a top secret mission to secure genetic material from the world, world's three most massive dinosaurs. Trouwens, dat kan ook een Dreadnoughtus zijn, hè? kan ook een, 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 zo'n zo Brachiosaurus-achtig dier zijn, ja. een, een, een sauropod, dat die heel territoriaal is geworden en dus ook gevaarlijk. Oh, Want wij zo, denken ja. altijd ja. natuurlijk van: oh ja, de, de, de vleeseters, die, uh, dat zijn de villains. Maar waarom niet een gevaarlijke uh, sauropode-dinosaurus die ontzettend te territoriaal is? Kijk naar ja. Nelpaarden. Nelpaarden zijn planteters first class. Ja. Maar je wilt ze niet achter je aan hebben. Ik heb video's gezien dat die beesten heel hard kunnen rennen. En dus ze echt... kunnen heel... echt heel hard rennen. Ik, wat ik, wat ik zou wat, ook, wat ik wel zou hopen, want in, even in, uit mijn hoofd, in Dominion hadden we twee parken, toch? Het originele park ja. wat in World zat. En we hadden het park wat, waar dan de, de echte dino's in zaten, die dan 100% DNA hadden. Ja, dat was, je, toch? je had de Biosyn Reserve en je had ja. Uh, ja, het vroegere park, maar dat park was eigenlijk al klaar. Ja, ja maar die waren er in principe nog wel en die... Die, die biopark die is niet vernietigd. Dus ik hoop wel dat ook in deze film dat we toch nog steeds wel een werk. Dat we dan echt een werkende park blijven zien. Die ook gewoon onder controle is. Dus niet weer van. Ja. Oh, we hebben een mooi park. Tien minuten later. Oh shit, stroom is uit. Afgelopen. Doei. Nee, ik hoop wel dat een keer een, een werkend park. Want dat, dat blijf ik aan World het mooiste vinden. Toen we die film ingingen, dat, dat je die. Dat je met die boot daar kwam. Waar overal het logo op stond. Dat je daar aanmeerde. Dat je die vlaggen zag hangen van Jurassic World. Het voor mij was echt het gevoel van. Oké, okay, doei, ik ga er nu heen. Ik wil er nu ja, ja. meteen heen. Want het park is open. Het voelde aan als een nieuw park. wat echt daadwerkelijk bestond en open was. Ik natuurlijk, naar kwartieren en de knoppen. Maar ik hoop dat we een werkende park. of iets gaan zien. waarbij het functioneert en weet ik veel wat. Want. Ja, zonder dat vind ik het wel jammer als dat er niet in zou zitten. Ik denk dat ze daarna nee, ja. nog rondhuppelen, vind ik dan wel prima. Maar het zou al vet zijn om gewoon, of in ieder geval dat, dat je beelden ziet van, nou, we zijn weer terug naar uh, een van die uh, eilanden. En je ziet dat het park van World weer opnieuw wordt opgebouwd. Dat ze weer controle hebben gekregen. Dat de originele T-Rex daar bijvoorbeeld gewoon nog steeds zit. Want die kan niet naar land komen. Of hij moet kunnen, of ze zou moeten kunnen zwemmen in één keer. Maar dat gaat niet gebeuren. Dus ja, dat het eiland gewoon weer onder controle is. En dat ze daar weer wat gaan doen. En dat zou ik wel tof vinden. Dat is wel ik wil een werkende park een keertje zien. Van begin, midden en ook vooral het einde. En dat het dan niet gewoon ladend overeind Dat het dat niet lijkt me wel een uh, cool. stuk gaat. Nou, ik denk wel dat, dat, dat in ieder geval het bias in the reserve waar de T-Rex ook zit. Nu, volgens het einde van de film. Ik denk ook eerlijk gezegd wel dat het nog in stand gehouden wordt. Want. Op een duur moet je leren van je fouten. Ja, precies. En dan weet je, dan geldt niet altijd dat Malcolm gelijk heeft. Van het gaat een keer mis. Ja, precies. Uh, wij, wij kunnen onze dieren, uh, die, waar we aan gewend zijn, ook gewoon goed binnenhouden op uh, Bokito-incident na. Ja. Uh, maar, maar dat kunnen we. Um, ja, precies. Als we er gewoon goed mee omgaan, dan moet dat lukken. Dus ik, ik denk wel dat dat, of het in de film voorkomt, maar in theorie zou dat nog steeds goed werken. Ja, precies. Zou ik, zeggen, ja, zou ik, ik zou zeggen, het echt ja. willen. Gewoon puur voor die knipoog naar de oude films. Dat we gewoon een werkend park zien. En dat hoeft niet continu, mm. maar gewoon een beetje. Of dat het op wordt gebouwd. Dat je toch niet zegt: van het bestaat nog. Want het hoort er wel. Het, ik zou het niet het helemaal kan. afscheid van kunnen nemen al. Nee. Nou, dan, wie weet. Moeten moet afwachten. Um, even terug naar de synopsis. Uh, dat ze dus dat genetisch materiaal van die drie enorm grote dinosaurussen moeten hebben. Maar wanneer Zora's operation. Intersects with a civilian family whose boating expedition was capsized by marauding aquatic reptiles. They find themselves stranded on an island. Island yeah. where they come face to face with a sinister, shocking discovery that's been hidden from the world for decades. And then come two things that my uh, opvallen um, Hoeveel eilanden hebben wij wel niet dat ze dit elke keer weer, nou, weer vinden? Dus een eiland. Um, maar we hadden natuurlijk Las Cinco Muertes, oh, bij ja, La Sorna ja. was een, een samen met anderen een eilandengroep. Dus het wellicht daar ergens bij Costa Rica. Weet ik niet, maar het is wel equatoriaal. Um, dus dat zou best kunnen. Maar dit doet mij ook denken aan ...de eerdere script van, um, moet ik het goed zeggen, Craig Rosenberg. Voor Jurassic Park 3, waarin het zou gaan over een aantal tieners die stranden op een eiland met dinosaurussen. Uh, het doet me ook wel denken aan het script dat toen herschreven is, dat twee groepen mensen elkaar daar ontmoeten. Hier dus ook. Ja. Dus ik heb het idee dat men die oude scripts toch erbij heeft gepakt. En is uh, gaan kijken hoe kunnen we dat toch wel weer uh, iets moois van maken. Dus ja. dat vind ik interessant en daarnaast ook. Um, en daarom zei ik er net volgens mij gaan we de oude films niet kwijtraken hier. A sinister, shocking discovery that's been hidden from the world for decades, tientallen jaren. Ja. Dat gaat over de jaren 80, 70, 70, 80 volgens mij. En want in de jaren 90 is Jurassic Park uh, uh, moest gecontroleerd worden door dat team. Ja. met Dr. Grant. Dus daarvoor was men, men daar al jaren mee bezig. Gaat dit dus over iets van InGen of misschien Biosyn. Uh, maar wel iets van die periode waarin die dinosaurussen gemaakt zijn. En dat vind ik erg interessant. Ja, dat zeker. Het kan van Want alles krijg zijn je de, ook. Dan krijg je dus misschien, wat jij wel, wel, wel erg op gehoopt hebt, achtergrondinfo, verdere achtergrondinfo, van John Hammond. Ja, want hoe tof zou het zijn dat hij eigenlijk gewoon een behoorlijke villain was. Dat hele helemaal nou, dat geen dacht, goede gedachte had. Dat dacht ik dus ook. Ik dacht, komen we nu achter dat John Hammond gewoon echt een bastard was. Zoals in het boek ook eigenlijk. Thuis. Ja, is misschien een beetje een gek voorbeeld. Maar ik weet niet of je de serie Cobra Kai kijkt. Maar daar komen ze nee, ook nee. in één keer achter. Dat is dat van ja, uh, G.I. Joe of zo? Of? Nee, dat is uh, de kraterkit. Oh, sorry. Oh, ja, vroeger okay. toch ook wel gekraterkit, jongen. Met Mr. Miyagi hè, en het verven. Nee, maar... Nou ja, ik... Nee, maar ik, niet. ik, keek, ik keek een andere film. De, uh, hoe heet dat ook alweer? Nou, ook iets met karate, maar lag helemaal dubbel om. Het was heel oh, cool. God, dat was Echt okay. een kinderfilm. Maar ja, goed, ja. ga door. Je had dus de karate-kit. En die werd opgeleid door Mr. Miyagi. En dat was een belangrijke ja. man. Was altijd goed. En een Cobra Kai is eigenlijk een vervolgserie jaren later. En nu komen ze erachter dat Mr. Miyagi toch wel... Ja, ook al een donkere kant had, ook al een beetje een crimineel was, tenminste mm. zo wordt hij dan nu een beetje neergezet en dan ontdekken ze dan meer van zijn achtergrond, dat hij toch niet helemaal alleen maar die goedzak was als die wij zagen in de film. Uh, dus misschien zou dat met dit ook wel zijn, dat, dat, dat Hammond op een gegeven moment wel gewoon de good guy is geworden. Maar wie weet wat, wat, welke offers er zijn gebracht om uiteindelijk het park te maken. Wie weet, nou, zijn er wel precies. heel veel mensen omgekomen en heeft hij gezegd: van... Maakt niet uit, maakt die dino's. Ja, maar die. Dus het zou top zijn als ze zijn legacy gewoon helemaal veranderen. En dat ze hier hebben van: holy shit. Maar dat was John Hammond die dat deed. En dat was toch niet zo'n goede, lieve oude opa die ik zou willen hebben, eigenlijk. Hij, <laughs> hij, was, hij was toch niet zo veel beter als zijn neefje Peter Ludlow in The Lost World. Ja, precies. De, ja, dat weet je, ik. ik ik, ik zou me dat goed kunnen indenken. Het mag, wat mij betreft, ook iets duister. Um, waar ik ook wel aan moest denken, en natuurlijk, is um, uh, Gareth Edwards, de, de um, regisseur. Laten we dat niet vergeten. Hij heeft natuurlijk ook Godzilla gemaakt, waarin er ook best wel wat Jurassic Park-achtige elementen zitten. Ja. Um, maar je hebt natuurlijk wat er ook in die reeks van Godzilla hoort: uh, Kong Skull Island, uh, heeft ook wel weer zo'n vibe, dat, dit doet me er ook wel weer aan denken. Wat wel echt een goede film was ook. Echt ja, die vond ik vond ik echt sterk. Ja. Uh, vond, toen vond ik het nog leuk. Ik vind het nou een beetje te gek worden, maar uh, ik, ik zie dit echt wel zitten. Dat, dat, die, die sfeer, de goede sfeer doet het op dit stukje. Ik en het verder, idee, wat ze ja. proberen trouwens, sorry dat je dat om. Nee, dat ze nu zoiets hebben van: kijk, okay, Jurassic Park 1, 2, 3. Het verhaal wat daar tussenin zit, die pakken we er eigenlijk gewoon tussenuit. Die gaan we nu helemaal opnieuw in elkaar puzzelen, dat het aansluit op World en dat het eigenlijk de hele World-films gaat wegdrukken. Begrijp ik? ik bedoel? Van, het heeft niet, World is niet meer zo belangrijk dat die zijn geweest. World, Fallen Kingdom, Dominion is niet meer belangrijk. Die hoef je niet meer te zien. Het enige wat je moet kijken is Jurassic Park 1, 2 en 3 en daarna deze film en dat je de World 3 films hebt gezien... maakt eigenlijk geen bal uit voor het verhaal. Ik heb het nee, idee dat is, ze het een beetje ja. wegproberen... te moffelen en te corrigeren... wat ze fout hebben gedaan met de World of zo. Met die trilogie. Ja, dat het, ja ik denk dat, dat dat best wel kan. Dat, uh, en, en, en dat is, zit hem ook wel een beetje in. Um, die David Cap die het natuurlijk schrijft... Ja, die heeft toen volgens mij Jurassic Park 3... Uh, een beetje de verkeerde kant op gebonjoerd. Ja. Hij kwam met een idee van maak het simpeler. Hij heeft er ook wel wat goed te maken. Ja, zeker. Wat, hij, wat, wat hij deed in 2000. Uh, toen er eigenlijk al een script was, maar hij zei: Oh, je kan ook dit doen. Oké, okay, fijn, leuk, dat gaan we doen. Ja. Niet moeten doen. En, en ik denk dat hij dat ook ergens al weet. En, ja, en ja, dat hij precies. nu denkt van wat jij eigenlijk zegt: van, wacht even, dan gaan een aantal dingen. Uh, Anders doen we kunnen we niet per se terug... ...achter Jurassic Park 3. Daar zijn een heleboel fans van. Ja. Dat is echt zo. Dus laten we dat toch gewoon staan. En het is trouwens ook min of meer... ...hij, heeft, ja. hij is verantwoordelijk een beetje voor die, voor die film. Een klein ja. beetje, vind ik. Maar, maar de worldfilms, daar kan hij wel achterna terug. In zekere zin. Verhaal, wijs, Maar hij moet wel rekening mee houden... Dat, uh, ...dat het is gebeurd. Ja, precies. Dat moet dan wel. Maar hij, wat je zegt... Je hoeft ze niet te kijken als jij um, uh, straks voor het eerst een Jurassic Park film gaat kijken in de bioscoop in 2025. Dan hoef je alleen nog maar Jurassic Park 1 tot en met 3 te kijken. Ja, precies. Want om heel eerlijk te zijn, in de hele world trilogie is niet bijster veel gebeurd. De eerste world film kun je in principe gewoon helemaal wegschrijven. Daar is niks bijzonders in gebeurd behalve een park was er. Uh, brokkelde af. Wegpark. Dat was het. De tweede film was: we, halen, we hebben toevallig een aantal dino's via de achterdeur, via Marktplaats, na, naar een groot, mooi huis weten te krijgen. Iedereen over de wereld is daar gekomen, die verkoopt die shit. En Dominion, met alle respect, daar gaan we het niet meer verder over hebben. Het enige wat daarin is gebleven, dat andere BioCen-park. En dat BioCen het eigenlijk van Ingen voor een groot deel heeft overgenomen. That's it. Zo kun je al die drie films op één hoop gooien. En dat is het. Dus ja, met die info, niet heel erg veel, uh, heb je eigenlijk ook niet nodig. En als ze dat in die rebirth, als ze dat op een goede manier gaan vertellen, dan zouden ze die drie films gewoon helemaal weg kunnen knikkeren. En gewoon doen alsof ze nooit hebben bestaan. Want oh, zo goh. zou het dan ook kunnen als ze het een rebirth gewoon goed verpakken, dan klaar. Hoef je dat niet eens ja. meer te kijken. En dat is dan Echtjes. wel apart dat ze dat. En ik heb het idee dat ze echt die worldfilms weggaan drukken. Ondanks dat het er wel naspeelt, maar ze drukken die films nu weg. Het is klaar. Ze schamen zich ervoor, is niet erg. Maar het is klaar met die films, dat merk je. Ja, ik denk dat. Trouwens, even heel. Time out, die viel net even weg. Dus je moet even kijken. Uh, oh, okay. Bij de opname of, of dit erin is. Anders moet je hem uithalen of zo. Maar dan weet je dat daar even een. Uh, oh, oké, okay, ja. Een glitch, een uh, glitch zat. Dat was even gek. De microfoon ja. dan van Jezus, daar heb je hem weer. Maar um, ik denk dat dat wel, dat is voor mij wel het heel erg gevoel van, ja, we drukken gewoon niet weg. En als ze ja. we wat overeind moeten houden van de hele reeks, dan houden we de park houden we in stand. Ja, tuurlijk. Ja, dat, 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 is, dat is logisch, dat drukken we ze niet weg. Ja. Nee, dus dan drukken nee. ze nu gewoon langzaam, World heel rustig eruit op deze manier. En ja, dan hoef je ze eigenlijk ook niet meer te kijken, want het is niet meer van belang. Dat is wel apart. Ik heb het niet eerder in een filmreeks eigenlijk gezien dat ze op die manier eigenlijk verder gaan, maar wel drie andere films even wegtrappen. Dat, dat heb ik nog niet eerder in een filmreeks echt nou, gezien. Ik, ik denk dat het een beetje bij The Predator is, de nieuwe, maar dat heb ik nooit helemaal gezien, dus ik kan er niet over oordelen. Die laatste die kan je heel goed loskijken. Ja, dat wel, maar het is niet van um, we drukken de rest weg. Het is gewoon echt een nieuwe film, het is echt een nee. reboot als het ware. Ja, en dat is dit ook wel. Ja, maar tenminste, ook dan weer denk, niet. Want het gaat weer, het gaat, verhaal technisch voelt het heel erg aan... alsof het inderdaad ja, de vierde het, film had moeten zijn. Ja, dat is dus klopt. Ja. Ze, ze ja, doen het een beetje... Dat, de, dat denk ik, dat denk ik. Ja. Ja, ja, maar ze doen het een beetje apart op, op, op deze manier. En ook dat ze dan dat, dat we dan weer een eiland vinden. Nou, ik weet niet hoeveel... Misschien moet iemand eens gaan uitzoeken... hoeveel eilanden Hammond nu uiteindelijk had. Want dat maakt het wat makkelijker namelijk. Want elke film is weer van... Nog een handen eiland. Ja, maar het, uh, in, de, in de, zeg maar, de officiële canon lore, of zo hoe noem je dat, was er ook een Side sea. Ja. En uh, waar, welk eiland dat dan precies was, geen flauw idee. Uh, je hebt natuurlijk het eiland bij Camp Cretaceous dat opeens uh, tevoorschijn kwam met allemaal oh, ja, holografische ja. gekke dingen. Ja. Dat vond ik wel een beetje weird. Maar ik, ik zou denken, dit is iets van Isla Sorna in de omgeving. Hoeveel geld had Hammond wel niet? Hij had een, een flooie circus, hè? meer had hij niet. Waar is ja, hij had, vandaan? Het was natuurlijk een echte zakenman, die ja. het gewoon goed aan elkaar wist te praten. En zulke zakenlui heb je. Ja, dus dus dat, dat zit toch misschien wel het sinistere van, uh, van John Hammond. Hij ja, precies. Uh, heeft veel voor elkaar gekregen. En, nou ja, we gaan, we gaan het zien. Wat ik nog wel even wil weten, want we hebben natuurlijk, er zijn zeereptielen... Chris Pratt heeft wel eens gezegd: Ik vind het jammer dat er in Jurassic World geen, um, geen onderwateractie geweest is, of meer zeereptielen. Ja, uh, precies. En hier waren er dus marauding aquatic reptiles. Dat vind ik wel interessant, want dat kan dus een mosasaurus zijn. Ja. Uh, maar het kan ook een playshow zijn, die met die lange... Die nessie, zeg maar, met die lange Oh ja, nek, ja, ja, ja. Die flip. Die flip. Loch Ness bestaat, jongens. Loch Ness <laughs> bestaat in, uh, <laughs> misschien in 2025. Ja. Dat zou ik wel echt heel cool vinden. Je hebt trouwens in de... Ik weet niet of je die game kent. Uh, jij bent meer op de hoogte van games dan ik. Uh, en dat was een spel uit 2011, Jurassic Park The Game, van uh, Telltale Games... Oh ja, ja. Uh, daarin kwam de Tylosaurus voor. Dat was ook zo'n soort mosasaurusachtig beest. Die was super gevaarlijk. Um, ik hoop eigenlijk daarop een beetje. Dat is een iets kleinere. En dat is niet meer zo'n massaal enorm groot beest. dat voor ja. havoc zorgt. Weet je, ik zou dat wel hopen. Dat het een kleinere soort uh, zeereptiel wordt. dan die, die ja, uit de kluiten gewassen. Ja, ja, zeker. Het is alleen wel moeilijk om, ja, om zoiets in een film dan weer te verwerken. Want... Je moet dan wel weer een, een, een scène weten op te bouwen dat, dat, dat we naar de zee gaan of een grote rivier. En ja, wat, wat doe je daar? Je gaat alleen maar eigenlijk die rivier over. Dus ik snap wel het verhaal, technisch is dat wel een uitdaging om, om dat te doen. Het enige wat ze kunnen doen is dan dat dan daar weer een verborgen park is en dat daar dan weer 60 of 70 procent bestaat uit waterdieren die we nog niet hebben gezien. Dat ze ook ja, maar... misschien kunnen. Dat zou kunnen, of ze zijn gewoon uh, inderdaad op buis in gemaakt en ze zwemmen nu wild rond. Ja. Of, en dat vind ik nog leuker, dat zou ik echt nog veel leuker vinden. Dit zijn gewoon dieren die het overleefd hebben. En we hebben ze gewoon nooit gezien. Oh ja, ja. Dan zou het wel heel erg goedkoop zijn als ze dan naar Schotland gaan. En dan ja, in één keer die lognes nee. en dat is dan nee, in één nee. keer een dino. Ik, ja, ik, nee, alsjeblieft. Niet. Het is wel voor de meest voor de hand liggende om dat te doen op die manier. Ja. Ik zou het wel ik zou het grappig vinden. Ik zou, ja, maar ik, het zou inderdaad wel een beetje goedkoop zijn. En dan, dan ja. zou ik eerder gaan voor inderdaad dieren die. Um, nou, er is zo'n vis, Coelacanth. Uh, dat is een kwastvinnige vis noemen ze dat. Met van die kwastachtige vis. Oh, vindtjes. zo ja, ja. Die hebben ze inderdaad, eh, van dachten ze dat die al was uitgestorven, maar die, die leeft gewoon nog ook al in dezelfde vorm. Ne niks aan veranderd of zo. Niks significants in ieder geval. Zoiets, en dan ook inderdaad niet te groot, zou ik wel cool vinden. Ja. Dan, dan zo van, nou weet je, uh, het is onmogelijk. maar mogelijk. Nou, dat, dat, dat is mijn gedachte. Dat is dan, ja, ja zou ik precies. Ook, zou ik leuk vinden. Zo van: Je hebt inderdaad niks in de hand. Je kan het wel willen maken of het maken, want misschien is het er al. Aan. Nog steeds. Ja, ja, precies. Ja, ja het zou tof zijn. Ik ben echt heel benieuwd wat ze dan. Ja, dat eiland. Ik zie dan ook het geheim van uh, Lewis Dockson. Want die was er in Dominion ook in één keer. Uit het niets, ja. want ja, hij had een heel klein rolletje eigenlijk in de eerste film. En jaren later in één keer staat hij daar en is in één keer de man de mannen en doet hij alles en weet ik veel wat. Allemaal hartstikke tof maar wat is er met hem gebeurd? Dus misschien want daarom, daarom vond ik um, Fallen Kingdom wel tof dat die andere oude man daarbij wang, uh, kwam. Ja, ben heb zijn naam Collega, Mr. Ja. Mr. Lockwood. Ja, Mr. Lockwood en dat hij dan met Hammond had gewerkt. En toen kreeg je even wat meer achtergrondinformatie over Hemmend, wat hij had gedaan en ook hoe dat daar allemaal eruit zag. Van oké, okay, dit is waar we mee begonnen en dan krijg je wat meer Geschiedenis over alles. Wat meer achtergrondverhaal. Ja. En dat vond ik toen heel erg tof. Dat ze die diepgang uh, gingen. Dat zijn kloon was vond ik totaal niet interessant, totaal niet boeiend. Maar, ja, maar het andere wel. Precies, het andere ja. wel. De achtergrond vond ik heel tof. En als ze dat met deze film ook weer gaan doen. En dan hoop ik dat deze film een wat meer donkere kant kiest. Dat het wat meer paarlijker wordt. Dat het wat meer... Dat het, dat, mm. het hoeft niet alleen maar good guys te zijn. Dat hoeft niet nee. meer. En de nee, dino's, het, idem. Ja, die, moeten al, die dino's moeten angst worden, man. De, door deze film heb je zoiets van, ah, wat leuke raptors. Ik ga even naar de action kop die klikker en uh, ze doen wat we willen. Nee, ik wil die raptors hebben in die eerste film. In die ja. keuken. Als ik die scène zie, dan ben ik weg. Dan zit ik als een klein kind, bij wijze van spreken te janko op de bank. <laughs> uh, dat wil okay, ik weer yeah, hebben. Cool. Die angst moet die film weer hebben. Ja. En ik snap dat dat voor de tere zieltjes van tegenwoordig niet meer echt kan. Uh, want. Ja, het is wel echt een wel echte familiefilm geworden. Maar toen. Het was toen best wel eng om als jong Jochie die raptors mm -hmm. te zien. Of dat die, uh, die advocaten die uit de wc uh, die T-Rex had opgegeten. Ik wel dacht van wow, oh, hell. maar nu Goed. mag dat blijkbaar niet meer voor de jeugd. Worden de films toch wat liever ja. en wat wat, wat aangenamer of zo gemaakt. Ja, nou, en dat, dat is ook wel. Kijk, wat ik, wat ik zie bij die foto, dat onheanspellende met uh, Ali. Dan denk ik, Ja. Deze gaat gewoon dood. Ja. Die, gaat, die, gaat gewoon, die gaat er gewoon aan. En hij hoort bij, zo te zien, het team van Zora, de good guys. Um, die paleontoloog vraagt me ook af, gaat hij het wel overleven? Gaat hij het ook niet gewoon aan? Weet ja. je, laat alsjeblieft niet... Um, het zijn dieren en ze pakken wie ze willen. Ja, precies. Ze maken niet onderscheid van, oh, jij bent, bent Scarlett, ik laat jou leven omdat je zo knap bent. Ja, nee, dat, slaat, dat slaat ja. natuurlijk nergens op, nee. toch? Of jij ben bent een, een paleontoloog sluidino, maar ik snap je bedoeling. Ja, snap jij bent me. de paleontoloog, uh, jij weet hoe wij in elkaar zitten, dus jij kan het wel overleven. Ja, onzin, want een paleontoloog doet ook maar gewoon uh, op basis van botten. Dat ben ik heel oneerbiedig. Reconstrueert hij iets en maakt die theorieën over iets waarvan hij iets nooit in het echt gezien heeft. En die ziet nu uh, in één keer die botten tot leven komen en die rent gewoon weg hoor. Die is ja, weg. echt wel. Dus die heeft dan niet zoiets van: ja, maar ik heb die botten opgespoord, ik weet precies hoe alles werkt. Nou, Dan ben je al lang dus, dood. Dat is ja, dan is dat, als het echt een, een, een vicious uh, uh, predator is, ja, dan ben je er gewoon aan. En dat is, ja. dat is bij dit ook. Hoewel ik denk, ik vind het wel leuk als je weer even een steady uh, paleontoloog in het verhaal hebt, zoals Grant. Maar, ja, zoals die scène met Nedry toen. Dat begon ook heel gemoedelijk. Oh, ja. je hebt je een, oh, wil je eten? Je hebt je wat eten. Nee, oké, okay, je hebt je een stok, dom ding. Gooit die hem weg en dan denk je, komt allemaal best wel goed. En hij is nog niet eens boven. En hij is gewoon dood. Het is gewoon klaar. Want die zijn ja, heel gemoedelijk. Ach, vind, want je ja. een kleine dino. En oh, wat I, leuk! Ja. Ja. Maar dat, dat vind ik dus leuk. Hè. Ik bedoel, dat, dat maakt Jurassic Park. Um, Jurassic Park. En dat mag, wat mij betreft, in deze film echt wel weer. En uh, ook, alsjeblieft, hou geen rekening met. Dat vind ik het fijne. En uh, ik zou hem willen afronden nu. Um, voordat we naar de laatste gedachten gaan. Maar. Garrett Edwards. Hij heeft een aantal films gemaakt. Zoals dus, um, uh, Rogue One. Vind ik wel de beste Star Wars-film na nou, Star Wars. Oh, die de laatste, laatste paar minuten. Dan ja. ben ik weg. <laughs> Dat was zo'n toffe scène <laughs> met Vader. Maar goed, ik snap wat je bedoelt. Ja. Maar um, uh, Godzilla, The Creator. Hij heeft daar oog voor menselijke banden. Heeft oh, hij ook The Creator gaat. gemaakt? Ja. Oh, die vond ik ook heel tof. En. Dat wil ik graag terugzien. Die menselijke relatie, maar dat als dingen dus stuk gaan, dat dat dan ook echt uh, wat doet met mensen. Ja, zeker. Ja. En dan, net zoals bij Jurassic Park, ook wel iets minder dan in The Lost World nog, vind ik. Want daar is. Ja, maakt niet uit. In ieder geval, ik hoop dat, 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 dat hij die eigenheid die, die dus laat zien in Godzilla. Want, um, hoe heet Jurgen? Cranston, Brian. Uh, van, uh, oh, Walter White, Mr. Heisenberg. Uh, is dat Mr. Heisenberg? Ja, yeah, uit Breaking Bad. Ja. Yeah. Yeah. hij. Brian Cranson heet hij toch? Ja. Yeah. Nou, hij is ook heel emotioneel in die film, in ja, Godzilla. Ik, ja. yeah. En mensen vonden dat te, maar de man is wel van alles verloren daar zo. En is dus yeah. gewoon posttraumatisch uh, en weet ik veel wat niet allemaal. Uh, en dat vind ik juist heel goed. Uh, en dat mag, wat mij betreft, in deze film ook wel. Um, aandacht krijgen. En, en dat, dat dus geliefden doodgaan, uh, nou ja, goed, dat is een diepgaand thema, dat weten we allemaal. Uh, en geliefde karakters dus ook kunnen doodgaan, dan mag wel goed aandacht aan zijn, voor zijn, wat mij betreft, aan, en niet zo van, uh, uh, oh ja, ja, pech gehad. Ja, Weet je ja wel? precies. En dat zie je in die Rogue One. Zie je dat heel erg? Want dan gaat natuurlijk het hele team gaat eraan. Ja, niemand overleeft. bewijzen Niemand gelijk. overleeft. Maar daar is wel goed aandacht voor. Ja. En dat vind ik heel knap gedaan. En bij de creator eigenlijk ook. Uh, vind Ik dat ook mooi. Ja, op een mooie manier. En doe dan alsjeblieft niet als er gevoelens in voorkomen. Even zo snel uh, kus Ellen Ellie, weet je wel. Ja, ja, ja. Uh, zo, want dat, dat bedoel ik niet met menselijke relaties. Ik bedoel echt gewoon. De goede vriendschap. Wat je bijvoorbeeld zag tussen Pieter Lutlo. Nee, hoe heet die gast? Um, Roland Tembo en die AJ. Roland oh, ja, Tembo ja. is echt van de kaart als die AJ niet overleefd heeft. Ja, ja, klopt. Ja, ja. En dan is het toch wel een karakter die helemaal niet slecht was. Die dus ja, offscreen is weggevallen. Maar er wordt wel over gerouwd. Ja, ja, klopt. En ik, ik hoop dat zoiets toch wel ja, in, in, in dit verhaal zit. Als je de ja. stijl van de creator pak, want ik vond het echt een hele mooie film ja, ik ook, qua ja. stijl, hoe het er allemaal uitzag. Als we een beetje in die stijl doen. En alsjeblieft Universal en Amblin... Uh, ik hoop echt dat jullie blink de portemonnee open trekken. Om de CGI <laughs> dit wat er keer komt. goed ik te zien. Dat komt. Ja. <laughs> echt, ik hoop het zo van harte. Alsjeblieft. En als het niet lukt, laat het weten. Dan willen wij als fan, willen we best wel een Giro 555 openen. Zodat de CGI dit keer... Want dat Deed altijd afbreuk aan de Dominion of aan de worldfilms. Wanneer die dino's vooral van. met Fallen. Nee, uh, de eerste worldfilm, dat dan de T-Rex kwam. Uh, aan het einde was het volgens mij dat gevecht. Dat zag er zo slecht CGI uit. Dat ik echt dacht: van ja, maar dit, dit, dit haalt het meteen allemaal weg. Ik zit naar een game te kijken die net heeft ontdekt dat we ook 3D kunnen. En dat is zo jammer. Dus alsjeblieft. Trek dat geld open. Kijk naar Kingdom of the Planet of the Apes. Kijk ja, ja, ja. naar hoe hun CGI is. Sorry. En gebruik dat. En ja, dat kost heel veel geld. Maar als je dat op een hele goede manier doet, dan gaat deze film. Die gaat makkelijk het geld terugverdienen. Dus ja, doe dat, dat want meer CGI heb je niet nodig. Die dino's moet alles in gaan zitten. Doe dat alsjeblieft. Want dat ja, deed en... zo'n afbreuk man. En er hoeft er ook niet enorm veel in te zitten. Hè? Beperk je aantal dinosaurussen en je kan, goed, uh, je kan ze goed neerzetten. Ja, kijk naar de en eerste met, film. Dat is je met niet met veel. Nee, en met practical effects en met goede CGI. Ja, Ja, dan moet dat lukken. En als, als het inderdaad maar gaat over de drie grote en een aantal van die zeereptielen. En trouwens, we weten dat er een parasauroloofse in voorkomt. Elke Jurassic park World film heeft parasauroloofse, dus deze ook. Ja, um, dat is gewoon traditie, denk ik dan. Ja, <laughs> uh, dus doe dat. Ja. Ik moet wel zeggen, ik vond een aantal, zoals uh, Moros en in in, in de nee, mening vond ik wel goed. Vond ik wel goed uitzien. we hadden het daar iets beter van elkaar? Op de markt uh, ook. Dat was eigenlijk het beste. Op die dino-markt. Ja, maar ook dat met die Allosauders. Het was ook allemaal die, practical uh, volgens mij. Bijna Behalve, CGI. behalve de uh, Allosauders en de Kannotouers. En de ja, die aan het eind van die, die scène. Die waren. Die, ja, die, die, maar dat zag er gewoon wel leuk mooi uit. Soms een beetje te Star Wars-achtig. Ja, goed. ik wilde je net zeggen. Ik had het gevoel alsof ik naar een Star Wars-scène zat te kijken. Obi-Wan gaat eventjes uh, naar de Woensdagpark. Ja, en dat trof die aan. ja Ja, nee, inderdaad. Hé, hey, maar. Um, eventjes. kort. Voordat we afsluiten: um, Zie het zitten. Deze film. Zo, wat je nu weet. Denk je, oh, oké, okay, dit wordt hem of dit wordt hem niet. Kijk, met de info die we nu weten, ja. Maar tegelijkertijd weet ik ook, met de info die wij toen hadden met World, klonk op papier waanzinnig tof. Een nieuw park, het gaat open, bla bla bla. Klonk heel mooi allemaal. Ook de eerste trailer klonk heel mooi en zag er mooi uit. Maar dan keek je de film, en dan dacht je toch: oké, okay, het, het kan. Fallen Kingdom, idem. En ja, Dominion hoeven we het niet over hebben. Dus het enige wat ik hoop is dat ze doorhebben dat de World Films, dat die misschien al een financieel succes waren, want ze zullen ongetwijfeld veel geld hebben opgebracht. Anders ja. ga je geen drie films maken. Maar dat ze wel zoiets hebben van, ja, oké, okay, financieel is het een succes. Maar het heeft wel veel schade gedaan aan de franchise. Heel erg, veel zelfs. Ja, zeker. Dus, de laatste. Ja, en veel schade. Ja. ja, maar goed, daar moeten we het nog een keer over hebben. Ja, precies. Um, ik bedoel, het was geen 007-film, uh, maar nee. dat gevoel had ik wel. Dus ik ja, hoop zo. dat ze dat doorhebben. En als ze dat doorhebben en dat ze ook... Ik weet ook niet of Amblin wel handig was om erbij te blijven. Ik had liever gezien dat Amblin er ook uitgetrapt was... en dat er gewoon een nieuwe, frisse look overheen kwam. Want ik ben bang mm -hmm. dat ze toch veel fouten die we al kennen... dat ze die gewoon weer, zoals CGI-wise gaat er niet weer mooier uitzien. Dat kan niet anders. Want we hebben maar twee I jaar. The, I won't make the same mistakes. No, no John, you're all making ja. new ones. Ik bedoel, we hebben maar twee jaar. En in twee jaar tijd... of er moeten echt heel weinig dino's komen... en ze hebben daar heel goed in aan gewerkt... om de details te maken. Oké, okay, prima. Dat is oké. Okay. Maar ik hoop dat dat goed gaat. Verhaal technisch hoop ik gewoon... dat we dingen gaan zien... die we gewoon niet hadden verwacht. Dat We echt zoiets hebben, zoals met die John Hammond. en dat dat we misschien uh, zijn stem of zo horen eh, op een band of dat we oude opnames heel slecht zien van hem. Dat je gewoon iemand in de wit ziet, die dan dingen zegt. Dat je denkt, van shit, bro, die shit Hoor wat hij zegt tegen woe, weet je allemaal van dat soort ja, dingen. Dat soort dingetjes, hoef maar ja, dat is interessant. Klein en ja, tegelijkertijd dat 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 eiland dat ze dan daar iets vinden. Ja, ik hoop ook niet dat ze het heel erg opblazen en dat het dan uiteindelijk is van oh, is dat het dan ja. Ja, het moet, het moet in die zin klein blijven, maar toch gewoon heel interessant. Ja, dat, ik wil nog meer geschiedenis mijn... gewoon hebben over hmm. het eerste park. En misschien, wel dat, misschien dat er wel iets wordt gezegd dat er wel meerdere sabotages waren. En dat die, wat, de, wat Neddy deed, dat het eigenlijk helemaal niet, dat hij helemaal niet de schuldige was, maar iemand anders. Dat het gewoon een oh ja. hele twist geeft aan die hele serie. Ik denk van, holy shit, maar het was, hij heeft wel wat gedaan. Maar er was nog iemand op de achtergrond die ook iets deed. Gewoon iets. Gewoon een verhaal technisch. Dat, dat, dat het hele verhaal gewoon even lekker weet om te gooien. Of op te schudden. Ja, ja, dat ja. hoop ik. Um, per cast heb ik nog steeds iets van. Ik vind het nog steeds een beetje apart om deze. samenstelling, zeg maar, te zien. Um, vooral omdat acteurs zijn die ik niet meteen. voor die film zou gekozen hebben. Maar ja, andere kant. Chris Pratt had ik ook niet eigenlijk. in World. Nee gezien en um, ja. uh, miss uh, hoe heet ze? Dallard? Dallas. Dallas Howard. Broward. Dallas Howard. Had ik ook ja. niet. Maar ze deden het wel. met ja, de riemen die ze hadden. Deze, deden ze het wel gewoon goed. en op een goede, ja. leuke manier. Niet Vind van. Ik, ik ben Chris Pratt. en ik moet vooral lijken op mijn voorganger. Hij leek er. Nee. verkleding wel dan weer op. Ook natuurlijk. Weer dat jasje. En de dacht van. dat is de AliExpress. van Alan Grant. Je bestelt Alan Grant, je krijgt hem. Maar. Hij leek er dan weer totaal niet op. Veel grappiger, veel bij de handter. En, dus, en hier heb ik datzelfde. Ik hoop dat ze. Gewoon, we hebben een nieuwe kast, nieuwe gezichten. Laten we afscheid nemen van de anderen. Um, ja, en ik, 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 ik heb er wel veel hoop voor. Dat natuurlijk wel. Um, dus ik ben, ik ben echt heel erg benieuwd. Ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig. Maar ik blijf een beetje relaxed. Omdat we, we zijn al drie keer. Ja, voor de gek gehouden. Bedrogen. Ja, we zijn bedrogen. al drie keer bedrogen. Oh, weet je? Dus, ja, dat, ja, dat is een beetje... Ja, je geliefde is al drie keer vreemd gegaan, weet je. Dus wa waarom zou ze dat de vierde keer weer niet doen? Dus ik hoop oprecht dat ze gewoon hebben geluisterd naar de, de kritieken. Die waren vrij simpel en volgens mij over het algemeen. Of je moet een echte fan zijn die gewoon helemaal blind is. Want die heb je natuurlijk ook. Die ook nog steeds... Ja. Die heb je? World is het beste wat ooit op aarde is gekomen. Nou, vergeet het maar. Maar die zijn er ook. En dat vind ik prima, weet je. Als je ervan kan genieten van die drie films. Prima, er is, is niks mis mee. Maar als je echt kritisch gaat kijken. Oké. Okay. Dus daarom hoop ik. Breng een tof verhaal. Gewoon klein. Compact. Maak het klein. We hebben geen uh, 007 uh, endgame film nodig. Dat, Want dat zei Chris Pratt nog. Ja, maar dit is wel te vergelijken met die Avengers, met het oude en het nieuwe team. Kom op, man. Dit heeft helemaal niks met die Avengers te maken. Helemaal niks. Gewoon nee, oh, niks. Nee, dat is niet te vergelijken. Nee, dat klopt. Dus ja, ik nou, hoop dat. dat het, ja. En niet te hyperig opbouwen. Gewoon, wat ze nu doen is perfect. En dan hopelijk ergens dit jaar misschien een soort van teaser of zo. Ja, denk ergens in uh, november of december. Ja, dus. ja precies. Ja, en, dan, en dan langzamerhand er naartoe opbouwen. nou Ik, ik zie het al zitten. Ik ben ook uh, gereserveerd, maar ben wel heel positief in de zin van uh, wat ik nu gezien heb, vind ik leuk. En, 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 dat, en gelezen heb, bedoel ik. Dus ja. uh, we gaan het uh, zien en de volgende keer dan gaan wij uh, als er een trailer is, gaan we het er ook echt weer over hebben. Maar ik denk dat we de volgende keer toch maar eens gaan beginnen aan Jurassic World. Ja, en, ja uh, we, mo we andere... moeten het doen. Of ja, gaan we doen. We hebben dadelijk op stop gedrukt en het is van, hey Michael, kijk of op YouTube, de trailer staat online. Shit. Ja, dat zou echt heel, <laughs> heel jammerlijk zijn. Maar ja. ik ga er niet van uit. Ik ga er niet van nee, uit. Nee, precies. Beste mensen, hartelijk dank voor het kijken naar de, deze uh, Jurassic Talk. Welcome to Jurassic World Rebirth. Um, geef je like als je het leuk vond. Uh, zeg er iets onder in de comments. Uh, laat weten wat jij denkt, vindt. Uh, geef je duimpje en uh, geef ook dus aan waarom omlaag of waarom omhoog. En je mag je ook zeker abonneren op Not a Parkake. En uh, bedankt voor het kijken en luisteren en tot de volgende Jurassic Talk. Ja, tot de volgende. Bye, bye. En dan gaan we het eindelijk hebben over Jurassic World. Jurassic World. <laughs> hey, doei.